Bent u van plan te gaan stemmen? 17 maart, steeds dichterbij toch? Ja, ik ga wel stemmen. Ja? En weet u welke richting al? Nee, want ik moet mijn boek nog helemaal lastig. Oké. Er zijn uit Gardenberg 5 kandidaten die zich hebben gemeld. Hè? Ja. Zit daar iemand tussen waarvan u denkt die zou wel eens mijn belangen goed kunnen verdedigen daar in Den Haag? Nee, ik heb nog niet. Je moet er ook nog over nadenken. Ik moet er nog over nadenken. Een middagje uittrekken eventueel. Ja. Oké, nou bedankt. Fijne dag nog. Ja, zelfde. Mevrouw, 17 maart. Verkiezingen. Heb je er al over nagedacht? Welke keuze u gaat maken? Ja? U weet dat er vanuit Gardenberg 5 mensen zich kandidaat hebben gesteld? Ja, ik heb ook gezien op het bordje bij ons. Ja, het staat ook in de krant. Hè? Ja. Zit daar iemand tussen waarvan u denkt dat is de juiste persoon? Er zijn een paar. En ik ga eigenlijk voor de Partij voor de Dieren of van de SP. Oké, nou ja. GroenLinks, dat zijn mijn... Maar de beslissing is nog niet helemaal genomen. Nee, u bent een zwevende kiezer, zeg maar, nog steeds. Ik maak een keuze. Als op het moment dat ik ga stemmen, dan stem ik op SP. Ja. Dat weet ik. En waarom op de SP? Ja, ik gun ze ook wat. Ja, u vindt dat ze best die belangen kunnen behartigen. U ook, mevrouw? Ja. Ja, oké. Okay, nou. Je bent een goed mens. Je hebt je hart om juist te kijk aan. Bedankt voor jullie reactie. Fijne dag nog. Juist, het is smakelijk. Wat vinden jullie ervan? Moeten de verkiezingen doorgaan? We zijn er niet zo mee bezig. Nee. U gaat niet stemmen, bedoelt u? Nou, dat weet ik nog niet. Maar ik ben er nog niet heel erg mee bezig. Oké. Okay. Nee. U laat het nog een beetje rusten. U hebt nog tijd om over na te denken. We zweven nog, wat dat betreft. Zwevende kiezers. Oké, fijne dag nog en iets smakelijk. Er staan 5 mensen op hè, die zich kandidaat stellen vanuit de gemeente Gardenberg. Zit daar iemand tussen die u kent? Die ken ik. Ja, wie is dat dan? Linda Verschuur. Linda Verschuren. Die komt uit Slagharen. Ja. Die ken ik. En, is dat iemand waarvan u denkt, die zou wel eens een stem kunnen krijgen? Ik denk het, want het is een intelligente vrouw. Oké. Okay. Dus wat dat betreft, en dan ook eens een keer een vrouw, is ook niet verkeerd. Oké, ja. Dus meer vrouwen in de politiek roept u een beetje, hoor ik. Ja, precies. Ja. Dat is heel goed. Ja, alhoewel 50... Ik zal dat dingetje in verwerken, maar dat lijkt zo aanzoek. Ja, nou ja, maar iedereen loopt er mee om. Maar 50 plus staat niet zo goed gehoog in de peilingen, geloof ik, hè? Nee, en dat is jammer door al dat gesodemieter. Ja? Ja, al die ruzies en dat is nooit goed. Nee. Want... Die maakt sowieso niet, maar in de politieke partij is dat helemaal een ramp. U vindt wel belangrijk dat de ouderen vertegenwoordigd worden? Dat is zonder meer belangrijk, want die zijn niet vertegenwoordigd. Ja. Althans te weinig. Ja. Dat zullen we zeker. Ik neem de foto weer terug. Dan wensen we Linda veel succes. Nou, dank u wel en nog een fijne dag. Ja, u ook. Dag. Oh nee, u bent niet voor verkiezingen, u gaat helemaal niet stemmen. Nee. Maar je hebt stemmen dan. Ja, kijk, er zijn in Gardenberg 5 kandidaten, vijf mensen die zich kandidaat stellen. Van de Wal of niet? Die zich kandidaat stellen. Zit daar iemand tussen waarvan u denkt, dat is de juiste persoon om mijn belangen te vertegen? U mag, ja, u mag gerust eens kijken hoor. Dat stond in de krant of niet? Ja, dat stond in de toren. Nee. Ik heb het nog wel in de krant. Ze maken moeite voor elkaar, maar er wordt niet meer ervan. Oké. Okay. Maar dat gebeurt niet. Nee. Dus jullie gaan niet stemmen, begrijp ik? Nou, ik stem omdat ik nog niet. Nee, u hebt nog tijd om na te denken. Oké. Okay. Zo is dat. Bedankt voor uw reactie. Ja. Ik heb een paar keer in u zitten te denken. Ik heb net praat over de avondklok, maar die moet er wat aan doen. Wat is dat eigenlijk? Mag ik even wat vragen over de verkiezingen? Weet u al wie op u gaat stemmen? Ik stem altijd op dezelfde. Altijd op dezelfde, want er zijn in Gardenberg 5 mensen die zich kandidaat hebben gesteld hè, voor de Tweede Kamer. Weten jullie dat? Ik heb er ietsje van meegekregen, maar weinig. Oké, okay, dus maar is het iemand van die mensen dan waar u op gaat stemmen als ik vragen mag? Ik stem gewoon op de Partij van de Arbeid. Oké. Okay. Doe ik altijd, heeft mijn vader altijd gedaan en daar heb ik altijd nagedaan. Ja, en ik weet er ook niet vanaf, hoe of wat niet, klaar. Oké, okay. Ik ga nog stemmen, maar liever niet. Ja oké. Okay. En gaat u fysiek naar het stemhokje of gaat u... Nee, goed in de
Want u kunt het ook per brief doen, hè, als u het 70 bent. Ik kan ook een brief doen, maar ik ga persoonlijk naar u. U gaat er persoonlijk. Even een vraagje, het 17 maart. Het is de dag van de verkiezingen. Ja. Weet u dat er 5 mensen zijn aan Gordenberg die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamer? Nee, ik ben wel in de kandidaat, maar ik weet niet wie zich kandidaat stelt. Oké, okay, dat zijn er 2 van 50+, eentje van de ChristenUnie en eentje van GroenLinks. Oh. En 1 iemand van de CDA. Ja, nee, dat wist ik niet. Nee, maar jullie gaan wel stemmen op je... Ja, ik wat de bedoeling wel om te gaan stemmen. Oké, okay, en ook jonge mensen, dat spreekt jou sowieso ook wel aan, politiek? Ja, sowieso stemmen. Ja, en u weet al wat voor partij ook? Nee, nog niet. Een zwevende kiezer dus? Ja. Ik word ook nog aan het zweven.